Helemaal goed gedaan. Yo. Het is weer een nieuwe klusdag in mijn nieuwe huis. En ik ga vandaag schilderen. Ik heb al een klein beetje geschilderd, geverfd. Maar nu is het tijd voor het project ramen aan de voorkant. Nu ziet het er zo uit, dus dat is wit. Maar ik wil dus die kozijnen zwart hebben. Ik heb zo in de grondverf gezet. En dan zo meteen worden ze heel mooi zwart. En dan komen daar witte houten jaloezieën voor. Het schijnt dat het nog best wel lastig is om kunststof kozijnen te schilderen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Maar ja, hoe moeilijk kan het zijn? Want het is volgens mij gewoon een likje verf erop. En dan wordt het vanzelf zwart. Als je dat met zwarte verf doet. Dus ik ga dat gewoon proberen en ik hoop dat het mooi wordt. Het is nog niet echt heel mooi, maar ik denk dat er gewoon nog een tweede laag op moet. Dus ik moet het even laten drogen zo, als het af is natuurlijk. En dan hoop ik dat het wel mooi wordt, anders heb ik een probleem. Want dan wordt het echt heel lelijk. Misschien doe ik het wel helemaal verkeerd. Maar ik heb echt een primerlaag gebruikt en de juiste verf gekocht. Dus het moet goed komen, alleen nu is het echt nog een beetje... Ja, dit is echt wel heel gammel dit. Ik heb er nu eentje gedaan en het resultaat is nog niet helemaal zoals ik het had gehoopt. Maar nu kun je wel goed zien hoe het gaat worden en hoe het was. Dus zwart en wit. Kijk, daar is die zwart. Dat heb ik net gedaan. Daar is die wit. En als de bank hier staat en die dingen hangen en het is mooi geverfd, dan wordt het volgens mij heel vet. Maar als je dat niet vindt, dan kan je nu even stemmen. Zwart of wit? Als je toch voor wit was gegaan, stem even bij het i'tje. Nou, het verhuisteam is er weer, dames en heren. We zijn aanwezig. Ja, wat ben je aan het doen? Ik ben een kozijn wit aan het maken, wat al wit was. Maar het moet nog witter. Nou, lekker bezig. Deze deur die heb ik net gedaan. Tenminste, de tweede laag. Met de deur in huis gevallen. Precies, letterlijk. En Tootje, die zijn kozijnen... Oh, op beeld ziet het er mooi uit, hè, To? Ja, op beeld wel. Maar het echt, denk je, god. De tweede laag die is helemaal goed gegaan. De eerste laag was een beetje lelijk, maar dat is normaal. Nu ben ik de tweede laag gaan doen. En nou wordt het echt helemaal strak hoor, dat is echt, daar is die strak zwart. Het ziet er goed uit, straks alleen nog die tape, want jullie zien natuurlijk dit, maar dit zijn, er zit een tapeje op hè, lieve mensen, dat gaat zo af. Oh, daar gaat iets niet helemaal goed. Oh. Gaat goed? Nee, dit gaat helemaal goed, ik heb het beste verhuizenhulp, of klushulpteam wat er bestaat, met deze twee. En ik zie jullie misschien ook al kijken, deze muur. Nou, het beeld ziet hij er ook wel. Nou, je ziet toch wel al die vlekken natuurlijk, hè. Maar lieve mensen, dit is de primer, want dit was donker. Ja, dit is een grondlaag noemen we dat. Precies. Dat moet je altijd eerst doen. Als je van een donkere naar een lichte kleur gaat, moet je altijd eerst eventjes met licht een eerste grondlaag leggen. Voordat je de echte definitief. Juist, jij snapt hem, hè, Pik. Ja, weet je dat die gast van eigen huis tijdens klusjes, man, die heet ook Thomas. Echt? Ja. Hey. En vroeger. Het huis waar ik vroeger ben opgegroeid, is verkocht aan RTL, waar ze eigen huis tuin hebben opgenomen. Dus ik heb een hele, ja, echt? Het huis waar ik ben opgegroeid, daar is het hele programma opgenomen. Dus ik heb echt een link naar eigen huis en tuin. Nou, ik zie hier een nieuwe eigen huis- en thuispresentator. Die grondlaag die zit erop, die moet eventjes een paar uurtjes drogen. En dan kunnen we er met de definitieve laag overheen. Dat wordt waarschijnlijk morgen, want je moet nooit in het donker verven. Want dan gaat die goed, dan zie je niet waar je geweest bent. Precies. Ja. Nou, dat was hem weer. De update van de dagelijkse vlog, verhuisvlog. Goedemorgen, we zijn weer iets verder met de verbouwing inmiddels. Je ziet alweer wat spullen liggen en er zijn ook weer wat dingen veranderd. Het ziet er steeds netter en mooier uit. Inmiddels zijn ze af en ziet het er zo uit. Er hangen dus witte jaloezieën voor en de kozijnen zelf zijn zwart. Ik vind het zelf een hele vette stijl en ik vind het echt heel tof geworden. Aan de andere kant heb ik het precies tegenovergesteld gedaan. Dus daar zijn de kozijnen wit en de jaloezieën zwart. Vind ik ook wel tof geworden. Verder zijn alle muren nu strak wit en zijn de meeste lelijke dingen afgewerkt. En dan wil ik nog één ding laten zien. Ik heb namelijk mijn hele huis in 3D getekend. Dus ik heb alles opgemeten en gewoon gekeken hoe ziet het er nu uit. Hoe gaat het zijn als ik dat muurtje eruit sloop wat ik eruit gesloopt heb. Nou ja, dat heb ik inmiddels gedaan. En hoe kan ik het beste het huis indelen zodat het zo vet mogelijk wordt. Nou, uiteindelijk heb ik dus heel veel verschillende dingen geprobeerd. Ik heb de huidige keuken gekeken van ja, wat als ik die hou of wat als ik die eruit sloop. En als ik die keuken op een andere plek zet. Wat als ik de woonkamer aan de voorkant van het huis doe, dat is dus hier. Of aan de achterkant van het huis, dat is dus daar. Dus slaapkamer en woonkamer zijn inmiddels omgedraaid.
Ik heb heel veel indelingen geprobeerd en dit is uiteindelijk het ontwerp geworden hoe het gaat worden. De verbouwing is in gang gezet, dus ze zijn al bezig om het zo te maken. Maar ik vind het wel leuk om even in 3D te laten zien hoe het dan uiteindelijk gaat worden. En het is dus zo. Dit is dus wat ik gemaakt heb. We zitten uiteindelijk nu te filmen hier waar de bank staat. Dat is dus daar. Dat is de voorkant van het huis. Hier is de weg. En dit is de voorkant van het huis. En dat wordt dus de woonkamer. Nou, die wordt dus ongeveer zo. Ja, hier zie je dus wat ik net liet zien. Die zwarte kozijnen met die witte jaloezieën. Beetje kunst aan de muur. En mijn nieuwe mooie bank. En de tv. Dat wordt dus gewoon de tv-hoek. En dan ga je iets verder. Dan krijg je daar de eettafel. Die staat gewoon zo. En ook hier komt de keuken. Er komt dus een hele nieuwe keuken en een muur en een keuken. Dat komt dus daar. Dat is nu nog niks. Maar dat komt er wel allemaal. Die muur die scheidt uiteindelijk dan weer de woonkamer met de slaapkamer. En dat zit erachter. Nou ja, hier zie je ook weer dus de zwarte jaloezieën. En uiteindelijk hier in deze kast komt de wasmachine en de droger. Hier komt dan mijn kledingkast. En wat dan heel leuk is ook, vind ik zelf, dat hier achter heb ik dan nog een extra kamer over. En dat wordt dan mijn kantoor. Dus het kantoor zoals het gaat worden. Maar als ik er dan even naartoe loop. Dit is keuken, slaapkamer. En nu is dat dus nog mijn keuken zoals die nu is. Dit moet ik er dus allemaal uitslopen. Die wasmachine die gaat aan de andere kant. En dit wordt dan uiteindelijk mijn bureau. En dan heb ik een heel mooi uitzicht naar de tuin. Een klein detail waar ik nog niet zo goed over heb nagedacht, dat is dat de verbouwing al bezig is, maar dat ik de keuken nog niet gekocht heb. Ik moet dus nog op keukenjacht, ik moet hem nog bestellen, ik moet hem nog uitzoeken zelfs. Dus daar ga ik vandaag eventjes voor kijken. En ik moet eerst ook nog even wat anders doen. Ja, dat haar dat kon natuurlijk echt niet meer, dus we zitten weer lekker bij aan de hand. Uiteraard, hey. Waar anders? Waar anders moet je naar de kapper gaan dan bij Kudeta? Dat is de beste. In Amsterdam. In Amsterdam natuurlijk. Hartje bij mijn Jordaan. Vlak bij mijn nieuwe huis. Ik heb nog niet laten zien waar mijn nieuwe huis is. Want het, ja, dat wil ik nog een beetje geheim houden. Maar het is in ieder geval vlakbij maar, deze. Maar hoezo geheim? Omdat anders allemaal wilde mannen en vrouwen voor mijn deur staan. Heb je daar zo'n last van? Nou, nu nog niet, omdat ze niet weten waar ik woon. Oh, oké. Okay. Thomas, ik heb een leuk voorstel. Oké, vertel. Wij moeten binnenkort eens gaan klimmen. In een klimhal. Ja, dat is goed. Ik had vroeger hoogtevrees. Maar daar ben ik vanaf. Ja. Dus ik wil heel graag gaan klimmen in de klimhal. Volgende week. Gaan we doen. Gaan wij klimmen. Is goed. Afgesproken. Doen we. En dan moeten we nu iets met mijn haar gaan doen. Ik denk weer een stukje korter. Hier, grijze haren had ik. Die hier zo, kijk. Ja, die gaan we zo meteen wel even weg snoeien, toch? Doen we dat. Okay. Het resultaat zie je zo meteen. Later. Dit is nog niet helemaal de look waar ik voor wil gaan. Nee? Maar dat komt wel goed. Ik wel. Ja? Ja, ik wel. Zeker. Oké, nou, ik hoop dat dit goed komt. Zeker. Oké, gelukkig. Dit vast op mijn neus, hè? Zo'n stuk af. Wow. Oh, je haalt er gewoon nog meer af, joh. Zo, dat is wel een stukje strakker dan toen ik hier binnenkwam. Echt, hè? Eigenlijk wel leuk, eventjes weer wat anders. Beetje kort. Beetje fris. Het is makkelijk bijna te net doen. Kort als ik. Ja, mijn grijze haren zijn ook, nou, voor zover mogelijk weg. Ach ja. En het ziet er weer strak uit. Ik kan weer naar buiten. Thanks, man. You're welcome. Waar we nu weer zijn beland, dit is FreezeLab. Sascha heeft me meegenomen. Ik heb dit vaker gezien bij heel veel mensen. En het stond nog op mijn lijstje om een keertje te doen. We gaan dus zometeen in deze cabine en die gaat tot min 110? Ja, min 110, ja. Min 114,6. Min 114 graden. Dat klinkt alsof je dan doodgaat. Zo voelt het volgens mij ook wel een beetje. Je gaat er gewoon dood. Maar wij gaan dat gewoon even ondergaan. Ja. Lekker. Dus, dit is mijn eerste keer. Sas heeft het al vaker gedaan. Heel satijn badjasje hebben we aan. We hebben een mooie outfit. Je moet even het mondkapje op, je krijgt iets op je oren. Maar verder is het gewoon taf is koud. Yes. Ja, ik weet dus echt niet wat we kunnen verwachten. Ik verwacht dat het koud wordt en niet warm. Ja, dat is logisch. Verder weet ik het niet. Sas is lekker in zijn boxer. Goed voorbereid. Precies. Ja, daar gaat hij. Dit is de AliExpress. Ik vind het wel een beetje spannend, maar here we go. Zo! Oh, shit!
ben blij dat ik daar uit ben. Oh, ik was helemaal aan het shaken, nog steeds. Oh. Ik ben aan het trillen, jongen. Oh, nog steeds. Oh. Zo, oké, nu ben ik er weer. Het voelt helemaal alsof mijn hele lijf een soort van bevroren is en elke beweging die tintelt. Maar nu zijn we eruit. Dan moeten we even trampoline schrikken. Oeh, nou, helemaal goed gedaan. Het zit wel goed strak, dat pak. Nou, nu moeten we dus even goed water drinken. Want dan voer je al je afvalstoffen af. En dan worden je spieren weer gezond. Kijk, ik heb nog een beetje kipvel op mijn been. En jij hebt nogal wat afvalstoffen. Ja, ik heb er nogal een paar, dus ik moet het denk ik even vaker doen. Nou. Nu gaan we bier drinken. Ja, nu kunnen we er weer tegenaan vanavond. Inmiddels heb ik ook een keuken uitgezocht. Ik heb dat niet gefilmd, want ze wilden hem niet sponsoren. En dan denk ik, ja, dan ga ik je ook niet filmen. Nee, tuurlijk niet. Zo werkt het ook niet. Nee, een keuken uitzoeken is gewoon een keukenwinkel inlopen. En dan vervolgens 4 uur lang gaan kiezen welke kastjes je wil. En hoe duur dat allemaal is. En dan nog even ongeveer 2 uur lang afdingen met de prijs. Dat is gelukt. Ik heb er een besteld. Hij wordt heel vet. Hij wordt mat zwart. Met een licht betonnen blad. Hele mooie keuken. Het gaat nog een paar weken duren voordat hij er is. Maar inmiddels zijn ze wel al verder gegaan met de voorbereidingen voor het plaatsen van de keuken. Hier staat al bijna een muur. Nou, er staat al een muur, maar nog niet helemaal tot boven. Waardoor dus uiteindelijk, ja, dit wel echt de slaapkamer is. En dit wel echt de woonkamer. Er ligt nog heel veel troep in mijn huis waar ze nog allemaal dingen mee gaan doen. Dus er zijn nog genoeg dingen die nog gaan komen met de verbouwing van het huis. Maar voor nu is deze video weer afgelopen en ga ik even door met bouwen. En dan krijg je binnenkort weer een update. Dus als je dat niet wil missen, klik even op abonneren. Zou ik heel tof vinden als je dat doet. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer weer. Ciao.